uw minister zit aan de knoppen, uw partij zit aan de knoppen. Jazeker, maar je hoeft het niet altijd eens te zijn met elkaar. Dus u gaat die plannen niet steunen van uw minister? Dat zeg ik niet. Kijk, wij balen dat die afvalopening komt. Dat is het gevolg van slecht beleid van de vorige kabinetten. En wij moeten nu met een BBB-minister de scherven opruimen daarvan. Ja, nou kijk, ik vind het voor de varkenshouderij en de pluimveehouderij, ook voor de melkveehouderij, is het in die zin wel een beetje zuur, omdat sinds 2016 is de veestapel al heel erg gekrompen, vrijwillig. 200.000 melkkoeien minder, 2 miljoen varkens minder, 12 miljoen kippen minder. Dat is 11,5% krimp van de veestapel. Dus het is voor iedereen zuur. Maar nogmaals, de afroming geldt dus alleen als je dierrechten overkoopt van een andere boer omdat jij wil uitbreiden, dan zit daar een afroming op. Heeft u aangegeven dat u teleurgesteld bent? Ja, ik heb tegen Femke gezegd, ik ga wel zeggen dat ik dit gewoon, dat ik hier wel van baal. En dat moet je ook gewoon kunnen zeggen. Nogmaals, het zou een hele slechte zaak zijn als wij als lammetjes achter de minister aanlopen. Ik wil helemaal geen gedwongen krimp. Nee, maar als het gebeurt. Als het gebeurt, dan ben ik hier weg. Dat kan ik u vertellen. Wat bedoelt u dan? Als dat gaat gebeuren, gedwongen krimp, hier in Nederland, dan ben ik weg. Dan, ja, wat betekent dat? Dat betekent dat ik weg ben, dat ik hier niet meer zal zijn.